De Assassin's Creed franchise is een van de grootste franchises qua games die ik al in deze reviewserie aan ben begonnen. Voor mij begon het avontuur met Assassin's Creed 3 en ik was meteen verkocht aan deze wereld. Ik bleef de games volgen, maar pas in 2020 besloot ik dat het tijd werd om de games voor 3 te kopen, waaronder de Ezio-trilogie en het allereerste spel. En amai, wat een zielige oorsprong heeft Assassin's Creed. Assassin's Creed komt eigenlijk van een van de grootste game companies van de wereld, Ubisoft. Dit Franse bedrijf heeft Far Cry, Rayman, Tom Clancy, Just Dance en Prince of Persia allemaal ontworpen. Vooral die laatste is definitief gelinkt aan Assassin's Creed. Toen het spel Prince of Persia The Sands of Time in 2003 af was, wilde Patrice Desilets dit spel vervolgen met een ander hoofdfiguur. In plaats van een prins zou er nu een assassijn de hoofdrol spelen en zou het spel een open world game worden. Ubisoft besloot uiteindelijk dat dit geen goede richting zou zijn voor Prince of Persia, maar wel sterk genoeg om een eigen spel te vormen. Het spel zou zich afspelen tijdens de kruistochten en de oorlog tussen assassijnen en tempeliers als draad hebben, want beide fracties zouden een mystiek artefact zoeken om de wereld te veroveren. Ubisoft was in het begin niet zeker of het aspect van tijdreizen via een apparaat de mensen wel zou aanstaan en in de eerste trailer van 2006 werd daarom alleen gefocust op de assassijnen in de middeleeuwen. Desilets' goede ideeën zouden echter de basis zijn van een jarenlang existentieel probleem in de Assassin's Creed franchise. Langs de ene kant waren dit games in het verre verleden, langs de andere kant altijd gelinkt via een soort van tijdreizende animus. Ook het hele bovennatuurlijke aspect zou constant belicht en genegeerd worden, spel per spel. This is a strange place we find ourselves in. Each of you accusing the other. There really is no time for this. I must be off to meet with Saladin and enlist his aid. The longer we delay, the harder this will become. Hold a moment, Robert. Why? What do you intend? Surely you do not believe him? It is a difficult decision, one I cannot make alone. I must leave it in the hands of one wiser than I. Thank you. No, Robert, not you. Then who? The Lord. Let this be decided by combat. Surely God will side with the one whose cause is righteous. If this is what you wish. It is. So be it. To arms, assassin! Assassin's Creed introduceert de geweldige wereld van assassijnen en tempeliers en naar mijn mening introduceert het spel deze wereld vrij goed. Waar beter dan deze eeuwige oorlog te starten dan de kruistochten. Onder Richard Leeuwenhart voeren de Europeanen oorlog in het Midden-Oosten en de vele partijen hier strijden om het heilig land. Altaïr, de hoofdrolspeler, is een vrij flauw personage. Hij voldoet net, maar heeft geen eigen flair behalve zijn rebellerende kantje. De steden Jeruzalem, Akko en Damascus voelen echt aan in het verhaal van Al-Mualim, de mentor van de assassins die op het einde eigenlijk de verborgen vijand is goed gevonden. Het verhaal komt nogal traag op gang en is niet helemaal te volgen. Desmond Miles, die in zijn Animus zit en alles leert, dat stuk zit op zich wel snor, maar de geschiedeniskant ervan is minder duidelijk. De gameplay hangt met haken en poten aaneen. Dit spel heeft een basis, maar ziet er ook vrij basic uit in al zijn aspecten. Gevechten zijn moeilijk en eentonig. De missies zijn meestal hetzelfde en ook niet bijster interessant. Variatie is er amper te vinden. De steden Jeruzalem, Akko en Damascus zijn op zich verschillend genoeg, maar hebben weinig te bieden nadat je er eens snel bent doorgelopen. De bossfights zijn vaak veel te moeilijk en vaak ook gewoon slecht, waarbij het meer goed geluk is dan tactiek. De enige sterke bossfight in het spel is sowieso die met Al-Mualim zelf, die op zijn minst van een verhaalstandpunt erg sterk is. So, the student returns. I've never been one to run. Never been one to listen either. I still live because of it. What will I do with you? Let me go. Oh, Altaïr. I hear the hatred in your voice. Feel its heat. Let you go? That would be unwise. Why are you doing this? I found proof. Proof of what? That nothing is true. And everything is permitted. Come. Destroy the betrayer. Send him from this world. Assassin's Creed is een logisch startpunt qua verhaal en gameplay, maar de verbeteringen waren broodnodig in het vervolg. Altaïr is een nietszeggend hoofdpersonage en de gameplay wordt heel snel saai, vervelend en met momenten veel te moeilijk. Het verhaal rond Al-Mualim als verrader en de hele opzet van het conflict tussen assassijnen en tempeliers is redelijk gebracht, maar onvoldoende om dit spel volledig te redden. Gelukkig kon op deze basis verder gebouwd worden in het vervolg, want Assassin's Creed 2007 krijgt maar 3 gouden sterren en het label proberen. Ubisoft leert echter snel, want het vervolg is pakken beter.